Elk jaar worden duizenden honden op straat achtergelaten. Gelukkig is er iemand die zich om hun lot bekommert. Angelique Oort uit Brunssum. Ze vangt in haar eigen huis verwaarloosde honden op. Na een liefdevolle verzorging zoekt ze een nieuw baasje voor ze. Zo heeft ze al vele tientallen honden een beter leven gegeven. Zoals Randy. Ja, Randy is bij mij gekomen. Hij was zwaar getraumatiseerd. Ik kon hem niet aanraken, ik kon hem niet aan de riem. Het was echt een beetje een angstbijter. Het heeft 2 maanden geduurd voordat ik hem de eerste keer aan de riem kreeg. En 5 maanden voordat ik hem voorzichtig op de borst kon aaien. Als ik op zoek ga naar een gezin voor de hond, ja, dan kijk ik allereerst naar de hond, hoe zijn karakter is. Of ze bijvoorbeeld met kinderen kan, of ze met andere honden kan, met katten. We informeren de toekomstige adoptant altijd dat ze te maken hebben met een hond met een rugzakje. We kijken ook wat de ervaring is van de mensen, wat interesse hebben, of ze überhaupt al een hond hebben gehad. Dat zijn allemaal zaken die we meenemen. Ik doe dit gewoon om een steentje bij te dragen, om ook ervoor te zorgen dat honden een kans krijgen op een beter leven. Ik gun het zo'n dier gewoon dat ze een goed huis krijgen en het is gewoon heel mooi om te doen. Je krijgt er veel voor terug. Dus het is echt dankbaar werk ook.